Nou, dit jaar is het dan zover. Ook de Vuelta zal starten in Utrecht. De start van de Tour de France was hier in 2015. En in 2010 finishte de tweede etappe van de Giro d'Italia hier. En met de Vuelta start kan Utrecht zich de eerste stad ter wereld noemen die alle drie de grote rondes heeft mogen ontvangen. De renners zullen starten met een ploegentijdrit hier bij de jaarbeurs. En een week daarvoor zal ook de tourversie La Vuelta Hollanda hier plaatsvinden. Je kunt meedoen aan verschillende afstanden. En samen met profrenner van Team DSM, Martijn Tusveld, geboren en getogen in Utrecht, gaan we deze route verkennen. Hier pauw aan het Griftpark is dus de straat waar Martijn Tusveld geboren is. Ik ga eens even kijken of hij er is. Want als iemand ons iets kan vertellen over deze tourversie La Vuelta Hollanda, dan is het wel Martijn. Hey. Ga je mee een stukje fietsen? Ja, lijkt me leuk. Dus dit is het waar het allemaal begonnen is voor jou, met het fietsen? Ja, eigenlijk met het hele leven. Ik ben hier opgegroeid in de straat en bij het Griftpark en hier begonnen met fietsen ook, zeker. Hoe is die liefde ontstaan voor het fietsen? Ja, toch wel via mijn ouders die ook altijd veel op de racefiets zitten. Ik had nog niet echt het idee om prof te worden, maar dat is eigenlijk pas rond mijn 18e ontstaan toen ik gevraagd werd voor een opleidingsploeg. Wat vind je ervan dat de Vuelta nu ook naar Utrecht komt? Ja, dat is heel speciaal. Ondertussen zijn natuurlijk al de Giro en de Tour hier gestart. Dat ze twee keer langs het huis van mijn ouders komen, dat is wel heel speciaal. De enige Nederlandse toerwinnaars Jan Jansen en Joop Zoetemelk werden in 2015 op deze muur geschilderd. En speciaal voor de Vuelta zijn de jaartallen van hun Vuelta-overwinningen eraan toegevoegd in het rood. We komen ook nog langs Castellum. Zo'n 2000 jaar geleden was dit een Romeins fort en de muren van Castellum hebben exact dezelfde afmetingen als het fort van vroeger. Zo, dat was het eerste klimmetje van de Vuelta. Ja, de Grebbeberg. Kort klimmetje. Maar het is wel een belangrijk punt in de route wat mij betreft. Want hier is toch wel flink gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Vandaar dit monument hierboven op de Grebbeberg. Ja, indrukwekkend. Ja, Martijn, de Amerongse Berg. Dit is straks waar de eerste bergpunten te verdienen zijn in de Vuelta. Ja, vergeleken met de Spaanse klimmen stelt het niet zoveel voor, maar... Dit is toch echt een legendarische klim in Utrecht, op de Utrechtse Heuvelrug. En er zit ook wel een vlak stukje tussen, dus dat betekent dat er ook wel weer wat steilere stukken bij zitten. Zeker richting het einde zit nog een steil stuk. Dus... Heb je nog tips? Het is een best lange klim voor Nederlandse begrippen, dus je moet hem denk ik toch goed indelen en niet te hard vertrekken. Meteen op je kleine blad zetten? Of zeg je nou vertrek op grote blad en... Ik zou zeggen meteen naar het binnenblad. Ja. Dan kom je in ieder geval niet in de problemen met schakelen. Zo, pittig klimmetje hoor. Ja, hè? Ja. Het is toch meer dan een gewone heuvel. Wat eet je nou tijdens zo'n koers? Nou, eigenlijk is het denk ik het belangrijkste om... zo snel mogelijk te beginnen met eten. Ja. Om gelijk die energie bij te vullen. Ja, ik probeer altijd wel, zeker in training, elke drie kwartier wat te eten. Dus ik begin echt al in het eerste uur wat met eten. En in wedstrijden is het eigenlijk zelfs zo dat ik elk half uur in ieder geval wel iets probeer te eten. Wat is het hier mooi, Martijn? Ja, hè, dit is Fort Vechten, zit hier naast. Ja. En wel leuk om te vertellen, hier is... Er zijn twee UNESCO werelderfgoederen die elkaar kruisen hier. Oh echt? Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Oh, wat bijzonder zeg. Zo, die gaat er goed in hè? Ja, die hebben we wel verdiend hè. Ja, mag ik jou ontzettend bedanken voor vandaag. Voor alle tips en het prachtige gebied waar we doorheen zijn gegaan. Ja, graag gedaan. En er zijn dus verschillende afstanden die je kunt rijden. Dus ben je geïnteresseerd, lijkt het je wat? Ga dan voor meer informatie naar tourversievuelta.nl.